Stella nog een beetje aan het opladen. Tot 8 uur, waar we mogen rijden, mogen we de auto statisch opladen, zoals hij nu stilstaat. Het is nog 307 kilometer naar de finish of timing. En nog 330 kilometer naar het eindpunt waar we uiteindelijk zullen belanden vandaan. De concurrentie die staat, Bochum nog net niet, een Sunsoft in ieder geval wel, op de controlstop van Port Augusta. Dat is 28 kilometer verderop. Die hebben daar ook al een beetje tijd doorgebracht, dus die mogen daar ook veel eerder vertrekken. Wij moeten daar zo meteen nog een half uur stil gaan staan. Dus qua tijd liggen ze redelijk voorop, maar als we naar de scores kijken, dan gaat het heel close worden tussen Bochum en ons. Het is ongelooflijk. Het is ons gewoon gelukt. Ik kan het zelf nog steeds niet beseffen, maar dat komt later wel een keer. Maar voor nu is het wel heel erg blij zijn. Ongelooflijk. Had ik. We zijn de eerste! Is mooi dit. Is mooi. Commentaar? Nee, ik niet. Wereldkampioen! Fuck you! We are the champions! We are the champions! No time for losers! Cause we are the champions! Oh. Even het helmpje uit hoor. Oh. Ja, was genieten. Heerlijk. Oh, we hadden echt gewoon ook nog genoeg energie over om gewoon rustig te rijden. Ik heb het niet moeilijk hoeven doen. Niet op mijn gas hoeven letten. Gewoon alles de cruisecontrole uit kunnen rijden. Alles heeft gewoon goed gewerkt. Er zijn geen problemen geweest. Dus dat is echt eigenlijk absurd. Ja, het is echt heel gaaf om dat nu te eindigen. Ik kan niet wachten totdat we ook echt over de echte finish in Adelaide rijden. En daar kunnen gaan vieren wat we nu bereikt hebben. Super, super vet. Oh. Vandaag was ongelooflijk. Vandaag eindelijk gefinished. Ik kan het zelf niet helemaal beseffen, denk ik. Misschien komt het morgen, misschien komt het overmorgen. We hebben 3000 kilometer afgelegd, dwars door de woestijn. Niet met één persoon, niet in een onpraktische auto. Niet liggend en niet zwetend. We hebben het afgelegd in een praktische gezinsauto. We hebben het zelfs afgelegd met 3 personen gemiddeld. We zijn hier als tweede zelfs op tijd binnengekomen, terwijl we eigenlijk gefocust hebben op practicality. En het is tot nu toe echt een ongelofelijke route geweest. En nu hebben we morgen practicality. We moeten nog even goed voorbereiden en morgen ook nog even aan de jury laten zien dat onze auto ook nog de meest praktische, de meest comfortabele is. En gaan we zondag hopelijk een mooi feestje vieren. We weten in elk geval dat we onofficieel het dynamische deel van de wedstrijd hebben gewonnen. Dus op zo'n kilometer en snelheid hebben wij gewonnen. En morgen moet practicality blijken. Dus, jullie horen het morgen. Hey!